Iets hoger! Ja. Heeft u een zachte band? Nee, helaas. Dankjewel! Yeah. Cheers! Help inhalen. Heel, dus het cheers! Oh, schiet u mee? Nou, cheers, dankjewel. Ik ga ze lekker niet. Ja. Hey, nee, ik wil er ook wel één aan. Anne. Ja. Ik wil er wel één. Nee! Yo! Hey. Welkom bij een nieuwe aflevering van Coke TV. Ik ben Tim. En ik ben Niek. En die zijn daar nog meer. Ja, we zijn er weer. Zijn er weer. Zijn er weer. Leuk jullie weer te zien, hè? Het einde van het seizoen, ja jongens, wat spannend. Ja, heerlijk. Is het snel gegaan, hè dames? Ja, we hebben wel leuke dingen gedaan, al zeg ik het zelf. Ja, mooie moment gehad. Nogal een understatement, het was echt prachtig denk ik, toch? Ja, ja, wat vond jij nou het mooist? Ja, ik denk toch wel het zwaardvecht. We hebben de laatste aflevering gedraaid waarbij we de hoogte in moesten in het donker. De finale van onze strijd. Wie heeft er gewonnen? Kijk de video lekker terug. Ik ben er nog steeds vrolijk van. Nou, dat was niet mijn favoriete aflevering. Oh my f***. God, Jezus f***. Christus, ouwe. Tim, kijk nou waar je hangt, joh. Hou je mond, joh. Ik hang 20 meter boven de vloer. Maar wat was jouw favoriete aflevering, Tim? Nou, ik hoop eigenlijk dat dit hem hoort, maar ik heb geen idee wat we gaan doen. Ja, wat doen we? Onze favoriet. Dat kan je niet, want wij gaan weer. Oh. Ik zie die camera maar. We krijgen een kaartje. Oké. Lieve Coke TV cast, het einde van het seizoen is in zicht. De ultieme gelegenheid voor een Coke TV Final Battle. Deze laatste battle staat helemaal in het teken van de Christmas Spirit. Jullie gaan namelijk geld inzamelen voor een zelfgekozen goed doel. Wie het meeste geld in weten samelen binnen 3 uur is de onherroepelijke winnaar. Wat winnen ze? Coca-Cola zal het bedrag vertiendubbelen. Wow. Wow. Vet. Oké. En dus een eigen gekozen goed doel. Ik weet wel een leuk goed doel, denk ik. Wat gaan jullie doen dan? Ja, dat zeggen we niet. Heb jij al een idee? Puk heeft namelijk een hele tas vol met ideeën hoe ze snel geld kan verdienen. Nou, nu we het erover hebben. Ik heb wel echt een echt serieus een leuk idee. Ja. Waar gaat die tijd in dan, die 3 uur? 3, 2, 1, nu. Nu? Ja, wie bepaalt dat? Jij? Nee, wacht even, rustig. Oh. Nu? Nu! Puk, uiteraard gaan wij deze battle winnen. Altijd. Maar we gaan natuurlijk wel het aan een goed doel geven. Ja, en nu dacht ik aan Jink. Ja. Want die zet zich in voor jongeren uit sociaal-economische achterstandsbuurten. Zodat zij een betere kans hebben op de arbeidsmarkt. Nou, top. Nou, dat vind ik heel goed in ieder geval. Ja, zeker. En ik zat te denken, vroeger deed ik altijd heitje voor karweitje. Ken je dat? Ja, dat heb ik ook heel veel gedaan. Ja? Ja, tuurlijk. Ja? Laten we doen. Laten we gewoon random mensen op straat vragen en dan heitje voor karweitje doen. Zie daar op de hoek een fietsenwinkel. En kunnen we niet gewoon voor een euro banden van mensen op gaan pompen? Ja? Is goed? Oh, dat vind ik wel leuk. Gaan doen. Zou ik heel fijn vinden. Ik heb altijd een lekker band. Ja, ik dus ook. Even een pompje regelen hoor. Ah, op die fiets. Ja. Die mogen jullie gewoon lekker gebruiken en dan houden jullie lekker de mensen aan. Wat een goed idee! Ja, toch? Puk, wel even uitkijken, niet te lang, hè, want hij kan ontploffen dan. Ja. Kan ik nou een band oppompen? Heeft u een zachte band? Heeft u een zachte band? Nee, helaas. Jongeman, je hebt een zachte band. Kan ik hem even oppompen? Ik heb hier een pomp. Doe ik het even? 1 euro, ik pomp hem voor je op. Oké, kijk. Ja, ik heb het weer. Hallo. Voorzichtig dat hij niet te hard gaat, hè? Nee. Pak! Nee, stop. Dat is goed. Dankjewel. Ja, helemaal mooi. Ik kan bellen. Ja? Ja, Jake, dankjewel. Ja, zo deed ik vroeger altijd heitje voor karweitje. Volgende. Moet je toch naar winkels, denk ik. Ja, misschien wel. Kom jongens, kom. Hier dan, bij de bakkerij. Oh ja, misschien kunnen we wel een croissant bakken. Hi. Mogen we jullie wat vragen? Wij doen vandaag een heitje voor karweitje, voor een goed doel. Hebben jullie misschien voor ons nog een leuk heitje voor karweitje? Ja, ik heb alleen voor mijn klusje duiken. Oh, dat is goed. Dat vind ik ook leuk, hè? Ik wil wel een bord waar je op kan schrijven. Oh, okay. Leuk. En eentje die de wc kan doen. Nou, top. Oh. Oh, kijk. Alles voor het goede doel, hè? Kijk eens. Ja. Puk, gaat het goed? Ja, gaat goed hier hoor. Wat een mis. Ah, de Frisse Chicks. Dat is welverdiende geld binnenhalen. Heel goed gedaan. Nou, ik wil jullie natuurlijk nog wel wat geven. Oh. Voor het goede doel. Dankjewel. Kaching. Heitje voor een karweitje. Okay. Geen heitje voor een karweitje. Hallo. Hey. Nou, die niet. Die gaat ook heitje voor kawaiitje mee op de dag doen. Zullen we hier proberen? Ja. Hoi. Oh, het ruikt lekker. Ja, het ruikt lekker. We vroegen ons af of dat we hier een heitje voor kawaiitje kunnen doen. Kunnen we regelen hoor. Lekker. Ja. Oh, gaat goed zo. Ja, dat is goed toch? Ik moest ook buiten. Wil jij buiten doen? Ja. Mooi, ja, hier zit nog een plekje. Kijk, zie je? Ja, goed zo. Ik ga koffie drinken, joh. Iets hoger! Ja, ik heb hem al mijn
vind het wel mooi eruit zien. Ja, het blinkt. Kijk. Oh my god! Yeah. Dankjewel, hier zullen de jongeren blij mee zijn. Poes, gaat die goed? Pas op dat hij hem niet laat schrikken, Anne, dat hij valt. Nee, oh, ja, goed. Nou, het heeft gewerkt. Lekker, Anne. Ja, raak wel mee. Nou, goed, ook weer gedaan. Dat is er ook een soort van rijtje voor kwijtje. Nou, nu is het natuurlijk bijna oud en nieuw. En wat past daar heel goed bij? We zijn voor een goed doel vandaag op stap, voor Jink namelijk. Ja, je mag oliebol bakken. Echt? Ja. Mogen we eindelijk iets leuks doen? Ah, ja, yes. Kom maar binnen. Ja. Ik vind dit wel echt leuk. Oké, Anne. Oeh, stress. Ik het dat. Oh, jij bent er beter in. Nee, schat, dat zeg je altijd. Hebben jullie er ook eentje? Ah, ja. Ah, top. Kom voor de bakker. Oliebollen te koop. Ja, ik zoek oliebollen. Dat is precies mijn specialiteit. Niet waar? Kunt u ook de poedersuiker apart doen? Uiteraard. Ik heb net gezien hoe ze dit deden. Kijk, zo. Okay. Gaat iets... Huppakee, wat een grip, hoor. Heeft u ook wat drinken voor mij erbij? Een colaatje doen. Heerlijk. Nou. Zal ik even openhouden, want ze zijn nog maar... Ja, is goed. Ik zal ze niet... Wel vitaal van oude vrouw. Nou, oh, nou, wat... Heerlijk. Wat drinkt u mee? Nou, cheers. Dank u wel. Ik ga ze lekker opbeurzen. Hey, ik wil er ook wel één hoor, aan. Anne. Ja. Ik wil er wel één. Nee. Vind ze heerlijk. Heerlijk. Gaat het? Nee. Gaat die? Zo. Wacht. Ben je oké? Deze was van ons, hè? Ja. Uit ons eigen zakje. Je proeft het. Oké, de tijd zit erop. Ja. Tellen. Laten we gaan tellen. Oh, zou dit genoeg zijn om Tim en ik te verslaan, denk ik? Oh, maar we hebben hier nog een briefje. Pak het opstaan. Oké. Ik ben benieuwd hoeveel de jongens hebben verdiend. Ik ook. Ik denk dat we wel hebben gewonnen. Ja, dat denk ik ook. Vonden jullie dit een leuke video? Laat het even weten. Ja. De uitslag, die is pas volgende week. Dus blijf kijken en liken, sharen, abonneren, want dan mis je niks van ons. En ik denk dat wij wel weer gaan winnen, zoals altijd. Wij gaan even de winst vieren nu, denk ik. Ja, ja, kom, laten we lekker even wat gaan drinken. Tot volgende week. Doei! Dag mevrouw, wat vieren wij vandaag? Jezus. Lekker eten, lekker drinken, met z'n allen, dit gaat alvast. Lekker weer, vrienden. Jezus.